Eind januari zagen agenten in Beekbergen bij Apeldoorn een auto rijden met kapotte verlichting. De bestuurder, een 20-jarige man uit Ede, kreeg een stopteken. Toen ze vervolgens zijn auto controleerden, stuitten de agenten niet alleen op inbrekersgereedschap, maar ook op geld en sieraden. Waarschijnlijk was het alles nog maar net ergens gestolen. Ja, maar waar dan? Ondanks uitgebreid onderzoek weet de politie nog altijd niet van wie die sieraden zijn. Daarom is bijvoorbeeld deze oude gouden ring met inscriptie van u. Daar staan de letters GW in, gevolgd door de cijfers 12-4. Daarna is het niet meer duidelijk leesbaar. Als u de eigenaar bent, heeft u deze ring natuurlijk al lang herkend. En neem ook contact op als u deze sieraden herkent. Een setje gouden manchetknopen met in het midden een kabelmotief. Of deze ene gouden ovale manchetknoop. En een setje oorbellen. Deze gouden broche met steentjes. Of deze lange gouden schakelketting met hele fijne schakeltjes. Dan zijn er nog verschillende gouden oorbellen gevonden. Zoals deze oorstekers ingelegd met steentjes. Deze oorstekers met een bladmotief. Die zijn ook ingelegd. Dan zijn dit stervormige delen van oorstekers. En tot slot dit setje oorhangers met een rood steentje. De meeste sieraden zaten in dit rode doosje met witte binnenkant. Is het van u? Bel dan nu 0800 6070.